De gedenksteen van Jan van Hoof keert niet meer terug op zijn oude plek op het Joris Ivensplein. Leo Alberts was ooggetuige van de dood van de verzetsheld en gaf tijdens de werkzaamheden aan het Joris Ivensplein aan dat de locatie van de gedenksteen niet klopte met de plaats waar Van Hoof om het leven kwam. Daarom is nu besloten te kijken of de steen 50 meter verderop kan worden geplaatst. Daar komt binnenkort een terras en met de eigenaar wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn.